Yo, kijkers van Tease Games. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe special op Tease Games. Vandaag ga ik met jullie terug in de tijd en hoe ik ooit begonnen ben met YouTube en hoe ik zo gegroeid ben naar hoe het nu eigenlijk is. Dus ik ga jullie meenemen naar plekken waar mijn eerste video's zijn opgenomen. En ik ga jullie beelden laten zien van allemaal oude video's die jullie waarschijnlijk nog nooit gezien hebben. Doe natuurlijk alvast een duimpje omhoog en laten we met z'n allen die 700 likes op deze video knallen. En dan gaan wij gauw naar het eerste plekje waar mijn eerste video is opgenomen. Let's go. Nou, de allereerste video's van mij die zijn opgenomen in het speeltuintje hier om de hoek. Ik had een vriend genaamd Brian en Brian had een eigen kanaal genaamd BrianPSV19. En hij uploadde op zijn kanaal allemaal doe-het-zelf filmpjes en allemaal dat soort kleine dingen die eigenlijk helemaal niks voorstellen. Maar Brian die zei, Ties, ga ook YouTube filmpjes maken. En ik deed dat natuurlijk en ik had toen de camera van maar liefst 2 megapixel. In dit speeltuintje hebben wij dus de allereerste video's opgenomen. En dat waren video's waarbij we met skelters tegen een boom aanreden of met skelters een wheelie maakten. Wow! Badass. Helaas heb ik deze video's gelijk bij het begin van Tease Games al verwijderd. Waar ik nu eigenlijk best wel spijt van heb. Want ik zou die video's best wel graag eens terug willen zien. Het eerste kanaal, Ties208-1999, waar dat allemaal op geüpload werd, was niet zo'n groot succes. En trouwens, 208-1999 stond voor mijn geboortedatum. 20 augustus 1999. Ik begon al gauw gang-related video's te maken. En dit was niet op de kamer waar ik nu zit. Maar dat was op de kamer die nu van mijn zusje is. Dus hier begon ik al de eerste video's op te maken. En op dat kanaal staan nu nog 2 video's. Dat is een Kingdom sollicitatie video en een Slender video. Ja, zie hier de Slender video. Dit is ook de eerste keer dat ik daadwerkelijk ook horror in mijn leven gedaan of in aanraking kwam met horror. Dus ik scheet mee. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe Slender. En vandaag ga ik, Ties, eigenlijk de officiële eigenaar van dit kanaal, ga Slender spelen. Ja, dus. De vorige keer had ik het gespeeld. Ja, de vorige keer voor ons 3 minuten geleden. Speelde staan en nu ga ik spelen. En ik vind het eigenlijk best wel eng. Oh nee, nee, daar is ie! Wacht maar tot na de video. Hier heb je het hoekje van je... Ja, kan dit poppetje heel veel af en toe springen. Ja, maar nu zijn we in de hoek gedreven. Ik zei het toch! Nee! De game Dude 99 werd achteraf niet zo'n heel groot succes, dus ik begon maar gewoon lekker even een nieuw kanaal gewoon even. En dat kanaal heette Ultimate Yolo Games. Alsof de naam niet erger kon, waren de video's eigenlijk nog best wel goed voor die tijd. Ik wist wel al een beetje af van editen, aangezien ik toch al een beetje een jaar op YouTube zat ongeveer nu. Ik editte trouwens met Movie Maker, gewoon zo'n standaard programma dat op je Windows computer staat. En helaas, ook hier heb ik geen video's meer van, want ik heb het allemaal verwijderd. Ik heb er echt spijt van. Na Ultimate Yolo Games begon dan ook daadwerkelijk Tease Games. En Tease Games nam ik gelijk een stuk serieuzer. Ik had gelijk het gevoel dat dit veel beter ging. Ik had ook veel sneller de 60 abonnees, allemaal dat soort dingen. En ik was gewoon helemaal hyped op YouTube. Velen van jullie zullen deze video nog niet gezien hebben, maar sommigen wel, de Tease Games introductievideo. Hallo mensen van dit gamekanaal, welkom bij de allereerste video. Al gauw begon ik de eerste serie zoals Minecraft Survival. Yo mensen van dit gamekanaal, welkom bij de allereerste Minecraft aflevering. Vandaag gaan wij Minecraft Survival doen. Wij zijn hier bij een hele mooie seat zoals je kan zien. Bij een meertje, bij lava, bij heel veel varkens. Oh, ik krijg een spontane wasp. En al gauw begon ik met het maken van Kingdom video's. Aangezien ik zelf gewoon een te slechte mic had en eigenlijk nog gewoon te jong was om op de Kingdom überhaupt in aanraking te komen, begon ik zelf maar een server. En op de een of andere manier pakte dit heel goed uit. De allereerste Kingdom video die ik gemaakt had met Kantador, dat was eigenlijk de eerste internetvriend die ik had, waar ik nu totaal geen contact mee heb. Maar daar had ik de allereerste Kingdom video mee opgenomen. En die video hebben jullie nooit gezien. Althans, ik denk het niet, want die video heeft 50 weergaven en staat er privé. Veel kijkplezier. Gegroet, kijkers van Tease Games. Gegroet, bezoekers van het internet. Vandaag ben ik hier op een hele speciale plek om jullie te vertellen wat wij, of wat ik, ga doen. Sinds je weer bent. Kantador. Wat gaan wij doen? Koning Kantador. Nou, we gaan hier een eigen kingdom maken. Na de eerste kingdom video begon het gelijk te exploderen. De likes, de weergave, de abonnees gingen sterk omhoog. En ik haalde al gauw de 250 abonnees. En rond de 250 abonnees dacht ik, ik heb nou genoeg abonnees om ook nog een tweede kanaal erbij te maken. Een Engels gamekanaal. Ik was toen al bezig met Engelse gaming video's, om het zo maar te zeggen. Alleen dat was uiteindelijk helemaal niks geworden natuurlijk. En het kanaal heette Stridify. Alsof het niet erger kan, gewoon totaal genakt van PewDiePie. Maar ja, helaas ook hier geen video's meer van, allemaal verwijderd.
Best jammer eigenlijk als je erop terugkijkt dat ik het allemaal verwijderd heb, want ik zou het best nog wel eens graag wel allemaal willen terugzien. Tease Games groeide ongeveer tot 500 abonnees en toen begon ik de eerste Tease Games server, waar mensen samen met mijn vrienden lekker konden bouwen en huisjes konden bouwen, lekker konden survivalen. En dan is het moment toch ook eindelijk daar. Na verschillende internetvrienden te hebben leren kennen waar ik eigenlijk nu vrijwel geen contact mee meer heb, had ik ongeveer 700 abonnees. En op Tease 208/1999 had ik destijds al best wel veel weergave, dus er kwam een jongen naar me toe om mij te partneren met Tease 208/1999. En laat die jongen nou net Giovanni Latori zijn. Ik heb mijn eerste kanaal nooit gepartnerd, maar op Tease Games, toen ik wel door had dat het eigenlijk goed begon met groeien, ik had al zo'n 40.000 weergaven per maand, en dat is echt al superveel, ging ik weer naar Giovanni toe. Ik kan trouwens even kijken of ik die mail ergens terug kan kijken, dan zal die nu in beeld staan. Want dat is eigenlijk wel grappig, want dat is de eerste keer dat ik en Gio met elkaar gepraat heb. En ja, ik vind dat best wel een speciaal moment. Dus ik begon al gauw een vriendschap op te bouwen met Gio, en al gauw kwam die op Tease Games samen met mij met een serie. En dat was Survival Island met Gio en Tease. Yo kijkers van Tease Games, mijn naam is Tease. En mijn naam is Gio. En ik ben van Tease Games en... Ik ben van Games World Excel. En dan komt de skeleton een beetje door het beeld lopen, maar dat maakt helemaal geen ene reet uit. Kom dan. Zo. Oh. Ah, fuck. Help. Oké, mooi, hij is dood. Na een maandenlang uitstellen van de video die ik zou moeten maken voor mijn netwerk, had ik hem dus ook eindelijk gemaakt. Een video van dat ik eindelijk YouTube-partner was. En dat ik eindelijk een paar centjes zou gaan verdienen met YouTube. Yo, kijkers van Tease Games. Vandaag ga ik jullie wat meer vertellen over mijn partnernetwerk. En er kwamen een paar duizend nieuwe kijkers bij toen ik de eerste vlog maakte. Yo, kijkers van Tease Games. Welkom bij deze nieuwe serie op Tease Games. Want vandaag ga ik beginnen met vloggen. Vloggen, dat wou ik toch al een tijdje doen. En ik wou meer interactie met jullie, met de fans, met de kijkers of... Wie de fuck dit ook mag kijken. Er ging ongeveer een half jaar overheen en toen kwam Kingdom 56 online. Aan deze video kon je wel zien dat ik ook al de eerste video's met Sony Vegas had geëdit. En ik wist al wat meer van editen af, zeg maar. Oké, we komen nou dus net terug van het Rijk Eros. Batuan met een heel blije smile op zijn gezicht. En ik hier eigenlijk gewoon bijna met de tranen in mijn ogen van verdriet. Koning Robin, ik weet niet waar die is. Zei, oh shit, fuck, nee! Fuck. Oké, mooi, ik eet gewoon gelijk even een Golden Apple. En ik heb geen Spider-Eye. Oké, en dan gaan we nou gewoon over de brug eventjes gewoon lekker naar het stadsplein. Daar gewoon eventjes, ja, gewoon een beetje bij elkaar komen. En what the fuck is dat? Oh shit! Oh nee. Nee, you gotta be kidding me. Nee, schiet op hem. Oh shit, ik heb geen apps. Is er... Jongens, wegwezen, jongens! Al gauw had ik ook de eerste goedgekeurd video op dagelijkse day. En toen begon Tease Games echt massaal te groeien. Toen begonnen de actieve kijkers te komen. En dat zijn sommige van jullie misschien. Deze video is goedgekeurd door dagelijkse day. Yo, kijkers van dagelijkse day. Mijn naam is Tease van het kanaal Tease Games. En welkom bij deze hele speciale goedgekeurd... Nou, eigenlijk helemaal niet speciaal. Het is gewoon een doodnormale goedgekeurd video. What the fuck? Ook ging ik in die tijd voor het eerst 24 uur live. En je kan al waarschijnlijk raden met wie. Giovanni Latoy. Een paar weken later ging ik de eerste echte vlog opnemen waar ik echt naar buiten ging en ook echt in het openbaar ging vloggen. Yo, kijkers van Tease Games, welkom bij deze nieuwe vlog. What the fuck? Nam ik ook de eerste video samen met Milan op. En dit is gelijk de meest bekeken en meest gelikte video geworden op Tease Games. Met maar liefst 3000 likes en 100.000 weergaven ben ik nog steeds best wel trots op deze video. Al was ik heel verlegen en praat ik heel monotoon. Maar ja, dikke shout-out naar Milan. Yo, kijkers van Tease Games, welkom bij The Walls. En ik ben hier vandaag met een heel speciaal iemand. Oh, hi! Ik denk, hou het even een verrassing, maar je had vast wel in de titel gezet. Ongeveer een maand later haalde ik de 1000 abonnees. En wauw, wat was ik blij. 1000 abonnees. Yo, kijkers van Tease Games. En vet jullie kijken naar deze hele speciale video. Want vandaag, 7 december 2013, heeft Tease Games 10.000 abonnees behaald. In net iets meer dan 9 maanden. En dat vind ik juist het rare eraan. Toen ik Tease Games begon op 25 januari 2013,
Maar mensen als David, Milan en allemaal andere grote YouTubers had ik destijds toch al contact mee. Even later met kerst ging ik samen met al mijn internetvrienden 30 uur live. En daar zijn wij met z'n allen 30 uur mee live geweest. We hadden veel DDoS, maar dat boeide ons eigenlijk niet omdat we het samen zo gezellig hadden. En we zagen elkaar voor het eerst in het leven, behalve ik en Gio. Ik en Gio hadden elkaar al eerder gezien. Maar voor de rest waren het allemaal mensen die je voor het eerst zag. En dat was best wel een heel mooi moment. Kom me heen, kijk, zie ik allemaal dit soort dingen. En ik denk, what the fuck, die paaskussens en zo, daar moet je even niet op letten. Maar ja, vandaag is dus de 12 uur stream. Zoals jullie zien, het hele Teas Games Headquarters is er al klaar voor. Ik heb OBS al helemaal goed. Die kwam zo, die belde zo me aan en kwam niet naar binnen en toen ging jij neerliggen. En steun de arme baksteentjes in Australië, want we hebben geen vrienden. Ik ging ook voor de eerste keer over Mikkel en dat was heel goed ontvangen. Yo! Ja man. Hallo Julie. Hey! Hey! Ties? Ja. Oh my god. Dit is Ties. Oh my god. Super vet. Yo man. Yo man. Yo. Hoe gaat het? Ja, goed met jou. Ja, met mij gaat het ook helemaal prima. Yo! Hoi, hoi. En toen kwam er weer een nieuw Engels kanaal, mijn tweede Engelse kanaal. En dan vraag je af, Ties, zitten we nu al dan op een week geleden met de geschiedenis van je verhaal? Nee, we zitten nou op februari 2014 ongeveer en toen al begon Yo, ik met Flux You. Kijkers van Ties Games, en vriendelijk kijken naar deze nieuwe video op Ties Games en vandaag een speciale video. In deze video ga ik jullie eventjes om een gunst vragen. En dat is om te abonneren op mijn Engelse kanaal, Flux You. Alleen dit was uiteindelijk niks geworden. Pas een week geleden ben ik weer opnieuw begonnen met Flux You. En het gaat nou echt heel goed met mijn Engelse kanaal. Daar ben ik echt super blij mee. Bij de 15.000 abonnees maakte ik een Draw My Life video. Het begon allemaal op 20 augustus 1999. De jongen met het grote hoofd was geboren. En een paar maanden later ging ik weer 24 uur live. En deze keer was het met Bram. Ik zie jullie vanavond om 7 uur bij de 24 uur livestream op Twitch. En dan is toch de dag dat ik voor het eerst echt fans heb leren kennen. Ik had wel eerder in de mediamarkt en op straat fans leren kennen. Alleen nu was de dag 24 mei 2014 dat de Dutch YouTube Gathering was. Hier ging ik allemaal mensen voor het eerst in mijn leven zien. En ook allemaal van jullie kijkers ging ik hier ook voor het eerst zien. Maar uiteindelijk was het zeker weten een geslaagde dag. De Dutch YouTube Gathering had ik al oude titel gezien. De mensen die nog moeten komen, die zijn nog niet binnen. Maar zoals jullie zien. En dan gingen we 2 maanden overheen en ik kwam in Community Quad. Kreeg over jou en dat was dat jij een beauty kanaal zou starten. Klopt dat? Wie zei dat? Maar al gauw begon Community Craft mij te vervelen en begon ik met specials uploaden. Bijvoorbeeld video's met Tuur. Hallo kijkers van Teas Games. Dit is een nieuwe aflevering en ik doe vandaag weer mee. En sindsdien zijn eigenlijk de echte actieve diehard kijkers op Teas Games gekomen. De allereerste video met Tuur, velen van jullie zullen hem waarschijnlijk nog wel kennen. Ik ging ook nog een keer live met Gio, 24 uur lang. Kijkers van Teas Games, ik ben er dus bij de geheime geoogkutje. Ja. En dan, een paar maanden later, staan we op dit punt. Met 27.500 abonnees en 3,5 miljoen keer zijn de filmpjes op Teas Games bekeken. En ik wil jullie daar echt voor bedanken. Het is echt gewoon insane, niet normaal. En samen doen wij het gewoon. En ik doe het niet. Jullie zijn het die het mogelijk maken dat ik hier nu ben. En dat ik hier gewoon een hele setup heb. En allemaal lieve kijkers. En ik wil jullie daar echt heel erg voor bedanken. Ik had het echt gewoon werkelijk nooit durven dromen toen ik Teas 208-1999 maakte. Dat er zoveel kijkers gewoon 3 jaar later naar mij zouden kijken. Dat is echt gewoon insane. En ik wil jullie daar echt oprecht voor bedanken, mensen. Echt, ik hou gewoon van jullie. Dames en heren, dit was de video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. En willen jullie nou allemaal oude video's kijken op Teas Games? Ga dan gewoon eens op mijn kanaal rondkijken. God weet wat je allemaal voor rare dingen tegenkomt. En ik wens jou heel veel plezier met dat te doen. Nogmaals hartstikke bedankt voor alle support. Ben je nog niet bekend met mijn Engelse kanaal, wat me een beetje raar lijkt? Check dan zeker weten de link in de beschrijving. Er is vandaag weer een nieuwe video op online gekomen. Doe natuurlijk nog even dat duimpje omhoog. Abonneer op Teas Games. En bedankt.